grote grijns, ik noem het uitverkocht. En jij hebt zo te zien een echte couturier bezocht. Ik weet dat al je woorden doordacht zijn en gemeend. En ben je nou weer afgevallen? Dit heet afgetraind. Oh, ik kijk naar jou en wankel tussen what the fuck en wow. En omdat u het waard bent, sta ik naast een sterke vrouw. Maar weet dat wij wel weten, wij zijn nergens zonder jullie. Nergens zonder jou en jou en jou en jou en jou en jou en jou. Oh, de wereld lijkt in twijfel tussen shut up en shut down. Want is dat echt de president? Nee, Donald is de clown. Alles wordt extremer, de meningen, het weer. War on terror, war on drugs, probeer het nog een keer. Oh, het paradijs bestaat niet, ik weet het klinkt wat cru. Er is alleen een aarde in de ruimte hier en nu. Maar weet dat wij wel weten, zij is nergens zonder jullie. Nergens zonder u en u en u en u en u en u en u. Dus ik heb echt alles aangedaan om dit dansje uit de voorstelling te krijgen. De boodschap is duidelijk, er mag gedanst worden, dames en heren. Jazeker wel! En achter de piano, een man van weinig woorden. Met Erik heb je nooit conflict, hij is van de akkoorden. De intellectueel zit verderop, dat is Henk Post. De Neymar van de zaaltechniek. Althans, dat is wat hij kost. Martijn is van de audio, twee oren maar geen rem. Soms zingt hij ongevraagd dwars door ons heen een derde stem. Maar weet dat wij wel weten, wij zijn nergens zonder Hully. Nergens zonder hem en hem en hem en hem en hem en hem en hem. Hem. Ja, zeker wel. Goedenavond. Hoe is het met jullie? Lekker, boven ook lekker. Vrienden, vriendinnen, wat fijn om hier te zijn. We hebben 4 maanden getoerd. Ruim 70 voorstellingen hebben wij gespeeld, overal in de provincie. Je kan de lucht van mest en incest nog ruiken. Maar nu zijn we thuis in de Kleine Comedie en jullie zijn daarbij. Waarvoor dank. Dankjewel. Wow, bam. Heerlijk, jongens, jongens. Hier zijn ze. 500. Man. Heel even voor mij. Zijn jullie een beetje een genderneutrale zaal? Nee? Zei u? Nee? U komt uit de provincie. Ik begrijp het. U begreep het de eerste keer niet en bent achter ons aangereisd. Hoi. Dat hebben wij vaker. Welkom in de grote stad. Ik ga de vraag nog simpeler maken. Bent u man of vrouw? Ja. Kijk, dit is een duidelijk antwoord. Ja, heerlijk. Dat was gedoe 2017. De HEMA had namelijk de labels uit de kinderkleren geknipt. Zeker wel. We wisten niet meer wat voor jongens was, wat voor meisjes was. Ja. Enorme verwarring, ophef, gedoe. Ja. Nou weet ik niet of u wel eens in een ANWB-kledingwinkel bent geweest. Maar daar verkopen ze windjacksdolf. Die slaan elk seksenverschil eruit. Dat is het, hè? Dat is het. Echt waar, ik voel heel veel herkenning. Dat verheugt ons. Vooral in de provincie. Ja. En op de eerste rij waar ik überhaupt geen enkel geslachtskenmerk zie. Dus dat is wat het is. We hebben er echt zin in vanavond, dames en heren. En ik ga toch even uitleggen voor de zekerheid. 4 maanden toeren wij met Oudejaars 2017. Wij spelen in principe alleen op plekken waar wij graag willen spelen. En daarom zijn we terug. En wat is het verhaal? Ze staat naast me. 4 maanden lang opwinding en blijdschap aan mijn kant. Louise Korthals. Bam! Dankjewel. Dankjewel. Ja, en nu vraagt u zich misschien, een enkeling vraagt zich misschien af hier, naast welke godenzoon ik vanavond sta. Hij is vlugger dan vlug, jongens, vingervlug. Hij is atletisch als de pest. He's got that magic smile. Ik heb het natuurlijk over de enige echte, Erik Verwij! Vaar! Ja, dat is het, jongens. Er is veel gedoe dit jaar over genderneutraal. Onze gemeente hier in Amsterdam heeft een gids uitgegeven, hè? Met de formele termen voor genderneutrale homo's, lesbiennes. Ja. Weten jullie hoe je de groep lesbiennes en homo's anno 2017 noemt? Nou, u heeft een aantal letters op de goede plek staan. Mogen dat zo? Ja, zeker. 30 punten. Ja, wij hebben heel graag dit gesprek. We stonden 3 weken geleden in het oude Luxor, dat is in Rotterdam. Louise vraagt aan die mensen, man of 700, hoe noem je homo's en lesbiennes? Ja. Antwoord, Amsterdammers.
Dat was het. Maar die mevrouw is dat in de goede richting, hè? Ja? LHBTI-personen. Jazeker. Jongens, LHB, toen was ik dus benieuwd, heb ik even opgezocht. Blijkt 1 op de 4500 mensen blijkt daadwerkelijk genderneutraal. Okay. 1 op de 6 is dyslectisch. Ja, ik denk dan... Ja, u lacht daarom, maar dan kan je je eigen afwijking niet spellen. Dat is echt behoorlijk kut. Of tuk, allemaal gelang. Wij spelen oudejaarsvoorstelling. En we hebben een beetje onrust gemerkt de afgelopen maanden. Ik weet niet wat hier ook is. Ja. Het gaat natuurlijk over de feiten. Nepnieuws, fake news. We hebben een stukje geruststelling vanaf het podium. Vanavond krijgt u van ons alleen maar de feiten, dames en heren. Ja. Alleen maar, sterker nog, speciaal door ons voor u geselecteerde feiten krijgt u. En als je die grappen grijpt, ga je een hele leuke avond tegen. Dat is eigenlijk een beetje wat het is. Ik heb er echt zin in vanavond. Dat is wat het ik is. Ook. Zijn er feiten? Zeker, heeft zijn u feiten. De, heeft u de kersttoespraak van Haar Majesteit, Willem-Alexander? Ik vond het, inhoudelijk heb ik geen idee, maar choreografisch vond ik het echt veel beter dan de afgelopen jaren, toch? Hij had een aantal bewegingen ingestudeerd. En verder, ik heb echt geen idee waar het over ging, maar verder, was echt onder de indruk. Oké, ik heb één woord onthouden, of ik heb één woord onthouden. Eén woord, dat is... Gemeenschapszin. Gemeenschapszin. Ja. Ik heb geen idee waar het verder voor staat. Het enige wat ik weet is dat na elke speech van Willem-Alexander maxima minimaal 3 maanden geen gemeenschapszin heeft. Dat is... Goed, zijn we bij. Verder dit jaar, ja. Er is een kabinet, dat is nog best snel gegaan. En waar wij blij om zijn, we hebben niet alleen een kabinet, maar het heeft een motto. En dat vinden wij prettig. Een motto. Vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen in de toekomst. Dat deed mij een beetje denken aan, van de zomer ging ik voor het eerst in mijn leven ging ik bungee jumpen. En toen hing daar een bordje met, we weten niet hoe diep het ravijn is, maar het elastiek is lang genoeg. En precies dat gevoel kreeg ik bij het motto. Ik vind vertrouwen in de toekomst een goed motto, maar dan voor de Nederlandse spoorwegen. Want als je iets nodig hebt als je met de trein gaat, dan is het inderdaad wel vertrouwen in de toekomst. En ik weet dat ik heb weer 4 maanden met de trein getoerd. Vorige week nog stonden wij in, ergens anders. En ik loop door Utrecht Centraal, dat is een vrij groot station in Utrecht. En ik loop door de halve Utrecht Centraal naar mijn trein. Toen werd er letterlijk omgeroepen, letterlijk in de halve Utrecht Centraal. Dit is een mededeling voor alle reizigers in de richting Zwolle. Onze excuses voor het ongemak. Ik vind dat heel grappig. Ik vind dat echt heel grappig. Voor u misschien ook leuk. En dat is. Twee juridische feiten, jongens. Ja. Twee belangrijke juridische vragen van 2017. Vraag 1. Mag je tijdens het voorlezen van het vonnis de gifbeker al leeg drinken? Vraag 2. Mogen vrouwen wild plassen? We doen vraag 2. En ik zal ook proberen uit te leggen waarom. Wij zijn echt overal geweest, hè? Ruim een maand geleden stonden wij samen in Den Helder. Want wij hebben de gifbeker echt tot de bodem leeggedronken, kan ik u verzekeren. En de vraag werd gesteld, mogen vrouwen wildplassen in het openbaar? Ik heb het de dames in Den Helder afgeraden. Het is er altijd windkracht 8 en je gaat toch over je eigen enkels heen zeiken. Nee, Dolf. Ik zou het gewoon niet doen. De vraag blijft, mogen vrouwen wildplassen? Dat is een terechte vraag. Ja, ja. De vrouw die is boos geworden, hè? Dit jaar, die is boos geworden. Die zei, er zijn voor vrouwen nauwelijks openbare toiletmogelijkheden. En die had dan boete gekregen voor wildplassen. En die heeft daarop een rechtszaak aangespannen. Hè? En toen heeft die rechter haar ongelijk gegeven. Dat was waarschijnlijk een man. En die rechter heeft gezegd, dan gaan jullie vrouwen maar op het urinoir. Ha! Ja. Nou ja, persoonlijk vind ik dat, maar goed, dat gaat dus niet. Dus nu zitten we met vrouwen met een urineoverschot. Dat is wat er maatschappelijk aan de hand is, die kunnen nergens naartoe. Maar nu is het wel heel leuk. Nu heeft een vrouwelijke collega van ons, die heeft zich nu opgeworpen als een soort noodopvang voor deze vrouwen. Patricia Pai. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik schrik hier ook van, hè? Nou, want jullie dachten tot dit moment, wat een leuke, frisse, jonge vrouw is dit. Het is gewoon een funzig wijf. In een oranje ding. Dat is wat het is, hè? Dit is Louise de Korthals, ja? En er zijn feiten die wij van belang vinden. Ik ga er nog één noemen. U kent Frank Masmeijer. Sympathieke collega. En Frank Masmeijer heeft 8 jaar gevangenisstraf gekregen. En ik schrok daar echt van. Want ik vond ook dat hij echt kutprogramma's maakte. Maar ik vind 8 jaar gewoon lang. Toch? Ik bedoel, als Frank Masmeijer 8 jaar krijgt, dan moet hij Snol van Boer zoekt vrouw echt naar Guantanamo Bay, wat mij betreft. Ik heb er wel zin in vanavond, dat hoor je in alles. Ik ook, Dolf. Mag ik mede namens de rest van de zaal vragen? Nee, ik zie wat je aan het doen bent, maar wat ben je aan het doen? Wat? Nee, ja, ik moet nog heel even mijn nagels lakken, sorry. Dat is... Ja? Nee, ja. Tegenwoordig heb ik een kind thuis, dus ik kom daar niet meer aan toe.
Normaal doe ik dat altijd in de auto. Maar ik had geen file. Ik had geen file naar Amsterdam. Niet. Waar kan je nog van op aan in dit land, Dolf? Ik ga toch iets meer over deze vrouw vertellen. Louise Kortals heeft 2 prachtige programma's gemaakt, heb je misschien gezien, een aantal jaren geleden. Daarna was ze 2 jaar weg uit Nederland. Ze zat in Londen met haar man. Ja. En we hebben zojuist gehoord, ze hebben zich daar ook met succes voortgeplant. Ja. Mogen we weten hoe de kleine heet? Ja, mijn zoon heet Loek. Loek? Loek. Als je moet zeggen, wat is het verhaal? Ja, ik vind het zelf heel grappig als je als Nederlands echtpaar in Londen gaat wonen. Jullie zijn zoveel slimmer dan gisteravond, dat kan je haar niet voorstellen. Ik heb die zin gisteravond 3 keer gezegd, nog niet. Ik vind het gewoon grappig als je kind Loek, ik bedoel als Louise op de rand van de zandbak die kleine riep, Loek! Dachten al die wijzen, wat is er aan de hand dan, wat is er dan? Dat kan alles zijn, pedofiel, terrorist, Boris Johnson, weet je niet. Toch? Nog leuker zou zijn als haar man Wright van zijn achternaam had geheten. Toch? Want als je dan net voor het oversteken die kleine roept, kijken ze wel de goede kant op. Oké, die is weer ingewikkeld. Maar maakt ook niet uit. Jezus Christus, niet ingewikkeld. Had jij nog meer of kan ik verder met mijn leven? Nee, zeker. Er is natuurlijk ook een regeerakkoord. Ja, natuurlijk. Jongens, hè, dit jaar. En Dolf heeft daar... Ja, ik ga het wel vertellen. Ik ga het toch vertellen. Dolf heeft daar persoonlijk een nogal essentiële bijdrage aan geleverd. Kleine bijdrage. Nou, meer dan 700 miljoen, Dolf. Dan moet ik een kleine bijdrage. Zeker. Dolf heeft namelijk 2 maanden geleden de eerste onderwijsdemonstratie in het Zuiderpark geleid, jongens. Oké. Nou, ik voel de opwinding, Dolf. Ja. Het is, Er zijn 4 verdwaalde leraren binnengelopen. Nee, groot respect, laat dat duidelijk zijn. Ik stond daar inderdaad als begin oktober, ja. Zuiderpark Den Haag, de grote onderwijsdemonstratie. Mensen vroegen, waarom ben je daar? Nou, simpel gezegd, Louise en ik hebben op vrij veel plekken in Nederland gespeeld waar iets van basisonderwijs gewoon een heel goed idee zou zijn. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste reden. Ja, zeker. En verder was gewoon een hele leuke middag. Ja. Maar heel even voor mij, voor hoeveel mensen stond je veel, daar? Er waren veel mensen. Maar hoeveel ongeveer? Het Zuiderpark stond vol. Ja, dus dat zijn... 60.000 mensen. 60.000. Dus ik stond 2 maanden geleden voor 60.000 mensen. Maar ik vind dit ook leuk. Dit is het, hè? Ik kreeg om de 3 minuten kreeg ik van Dolf een foto doorgeëpt. Ik heb een paar foto's gestuurd, tuurlijk. Je hebt 26 foto's gestuurd 26. In 10 minuten. Kreeg ik van Dolf een foto doorgeëpt. Dolf bij de juffen, Dolf met de juffen, Dolf crowdsurfend over de juffen, Dolf in de juffen, Dolf door de juffen. Dolf blijkt een beetje de Harvey Weinstein van het Nederlandse basisonderwijs. Dat kan ik wel zeggen. Ja. Ik doe het gewoon heel goed bij die doelgroep. Ik lig gewoon lekker bij vrouwen met een kort pittig kapsel op makkelijk schoeisel. Dat is een beetje mijn... Maar het is wel doodeng als je in het Zuiderpark staat en je ziet 60.000 vrouwen die allemaal op jou willen lijken. Dat is echt doodeng. Ik ga nog 1 vraag stellen, want jullie zijn echt de leukste zaal die we in tijden hebben getroffen. Ik ga het gewoon proberen, Louise. Is er iemand die weet waar Lemelerveld ligt? Lemelerveld. Jazeker! Nee. Waar? Waar? Hou je smoel, ik heb... Ja. Wat zei u? Bij de Lemelerberg. Ja. Nee, tuurlijk. Waar ligt Lemelerveld? Bij de Lemelerberg. En andersom ook, maar kunt u het misschien iets meer... Duidend. Niet ver van Zwolle, dank u wel mevrouw. Prachtig. De rest van de zaal kijkt me aan, dat is voorbij Amersfoort. Dat is een beetje... Dank u wel mevrouw. Echt leuk dat u er bent. Dan vraag ik je af, wat is er voor Lemelerveld? Tweede weekend mei, weet je misschien of niet, heb je altijd Gay Pride Lemelerveld. Gamelerveld? Gamelerveld is eigenlijk de beste zin. En Gay Pride Lemelerveld is al tweede weekend mei. Dan komen alle LHBTI's uit de hele regio, echt tot voorbij de Lemelerberg. Allemaal komen ze er naartoe. En hebben dan gewoon 2 dagen festival lekker onder elkaar, niks aan de hand. Maar dit jaar had de organisatie bedacht, we doen een extra attractie tijdens Gay Pride Lemelerveld. En dat bleek een 2,5 meter hoge rubberen opblaaspenis te zijn. U kijkt nu aan Dolf, dat verzin je. Daar heb ik geen tijd voor. Dit zijn de feiten. Er stond een 2,5 meter hoge rubberen opblaaspenis. Die kun je huren. Die kun je huren. Stel, u heeft in het voorjaar een tuinfeestje, barbecue. Je zet hem er gewoon naast, ja? Als u hem zoekt, je kunt googlen op Kinky Willy, want zo heet hij. Kinky Willy. Dat is trouwens ook de bijnaam van onze koning als hij gaat stappen zonder zijn vrouw. Maar... Er staat dus een 2,5 meter hoge rubber opblaaspenis. Waarom? Zal ik gelijk uitleggen? Dat was, de attractie. Ik zie geen probleem. Het idee was, de homo's en de lesbiennes komen binnen, mogen 1 voor 1 op de penis klimmen. Die gaat dan heel snel heen en weer bewegen. En wie dat langs de volhoudt, is dat weekend King of the Gays van de regio. We zien geen problemen.
Maar er was één mevrouw, die zag wel probleem. Die woonde in het naburige New Haven. En die schreef een ingezonden brief in de plaatselijke courant. Moet je even kijken, de brief van deze mevrouw. Moet ik dit lezen? Klein stukje. Oké, ze schrijft. Gays, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, LHBTI's, propaganderen individualisme, losbandigheid en sensatie zonder enig inzicht en of verantwoordelijkheid voor de gevolgen in de samenleving. Deze mevrouw was niet blij. Nee. Dit klinkt als een suikervrij dieet. Dit dat is, Nou, voel je het conflict naderen, maar daarom heb ik de brief meegenomen. Ja, ja, ja. Er kwam geen conflict. Er kwam geen conflict. Want de organisatie Gay Pride Leeuwenveld schreef die mevrouw terug en zei: mevrouw, het festival is bedoeld om taboes te doorbreken. En daar hoort de Rodeo Piemel ook bij. Dat is dan een zin die ga je nooit meer terug horen. Denk ik. Volgende zin. Het kan niet allemaal binnen de lijntjes. En dat dan ieders eisen en wensen voldoen. Wat een hele goede en belangrijke zin is. Laatste zin. Mevrouw, wij organiseren hier geen EO Jongerendag. Voel je? Voel je? Deze mevrouw is op een nette manier tot aan de sandalen afgefikt. Dat vind ik prettig. Want we kennen allemaal, denk ik, de sfeer van de EO Jongerendag, toch? Een zaal als deze, soms wel groter, met allemaal jonge christenen. Met een trui of een jurk, allemaal galant. Allemaal de haartjes gekamd, want de Heere Jezus kan elk moment arriveren. Zou het nou niet leuk zijn om de volgende EO Jongerendag met een extra attractie op te luisteren? Nee. Dit is toch niet te geloven? Jullie zijn echt funsen, dat bedoel ik niet. Ik bedoel natuurlijk een 3,5 meter hoog rubberen opblaaskruis. Dat is een vorm die ze gelijk herkennen. Dan komen de jonge christenen binnen, mogen ze één voor één aan het kruis plaatsnemen. Dat gaat dan heel snel heen en weer bewegen. En wie dat het langste volhoudt, is die middag de zoon van God. Dat noemen we dan de Rodeo Messias. Ik vind het zelf een hele goede grap. Ik kan je voorstellen dat hij aan mij vroeg om samen de oudejaars 2017 te maken. Hij stond voor mij. En het eerste wat ik dacht toen ik hem zo zag staan, was natuurlijk ja. Ja. Weet je, die man die kan wel een beetje aankleding gebruiken, toch? Een beetje kasje, toch? Een beetje kasje. Maar wat ik dan zo leuk vind bij zo'n man, ik denk, Dolf die doet dit nu al 26 jaar, hè? 26 jaar staat hij voor volle zalen grappen te maken, weet je, hele programma's staat hij te maken. Maar wat je dan merkt bij zo'n man, zo na zo'n jaar of 25, dan op een gegeven moment krijgt zo'n man behoefte aan iets nieuws, hè? Iets fris. Ik vind dat ben ik helemaal leuk vind bij zo'n man. Je merkt dan bij Dolf een beetje, hè? Je merkt dan bij die 50-plus cabaretiers, weet je, merk je dan, die worden dan ook een beetje sentimenteel, weet je. Die gaan dan bodem zoeken in de dingen. Hè, die gaan bodem zoeken en betekenissen. Je merkt helemaal bij Dolf bijvoorbeeld, zijn kinderen zijn nu bijvoorbeeld net het huis uit, hè. Justitiële inrichting, maar ja, nee, maar je merkt dan, hè. Dolf die gaat nu bijvoorbeeld de hele tijd gevoelige gedichten schrijven. Je kwam hier net vlak voor de voorstelling, kwam hier onze kleedkamer in. Zei hij, Louise, ik heb weer een gedicht geschreven. Zei Dolf, lees voor, weet je wel. Ik denk dan, voordat je het weet, draagt hij een gleufhoed, staat zijn vrouw in de wereldwinkel. Hij was wel waar naartoe gaan. Ik vind, dit vind ik ook zo leuk. Dolf speelt al 26 jaar, hè, onafgebroken op sportschoenen. Hè, ik ken Dolf, alleen maar sportschoenen. Maar nu is hij speciaal voor deze nieuwe, frisse voorstelling, is hij met zijn vrouw kekke schoenen gaan kopen. Nou, ik weet één vicepremier die dit zeker kan waarderen, hoor. Dat kan je wel zeggen. Ja, ik vind het mooi, hè. Ik dacht meteen, weet je, dit ga ik doen. Weet je, deze coalitie ga ik aan. Weet je, dat is toch te gek dat zo'n oude rot in het vak, weet je, het nieuwe durft te omarmen. Weet je, de verandering gewoon durft aan te gaan. Ik vind dat fantastisch. En toen hebben wij het erover gehad, hè, waar moet zo'n avond nou over gaan? En toen kwamen wij erop, je wordt het verhaal dat je vertelt. Dat is een beetje filosofisch. Je wordt het verhaal dat je vertelt. Maar er is in een samenleving altijd een dominant verhaal. Hè, op dit moment is dat een beetje een polariserend verhaal. Hè. Vaak is dat ook vanuit de politiek gestuurd. Hè. En nu wordt de ene groep tegenover de andere gezet. De ene extreme versus de andere extreme. En toen hadden wij het daar zo over van, ja, wat kunnen wij daar nou tegenover zetten? Hè, tegenover dat grote verhaal. En toen dachten we, ja, dat kan alleen je eigen verhaal zijn. He, dat je zelf blijft kijken, blijft denken, zelf blijft vertellen. Toch? Je eigen verhaal. Ja, nou, ja, toch? Ja? Ik zeg wel eens, Louise heeft een puntje. Ja? Ze heeft alleen vrij veel woorden nodig om het te maken. Mag ik dat zo? Nou ja. Samenvatten. Maar hier zijn we het volledig over eens. Ja. Want het verhaal ken je. Het grote verhaal, het politieke verhaal, het polariserende verhaal, de extreme, bam, 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 conflict. Ja. En je hebt een eigen verhaal. Wij hebben een verhaal, daar hebben we een beetje over nagedacht. Maar iedereen heeft een verhaal.
En dat kan je mening zijn of je ingezonden brief had en ook, maar ook gewoon hoe je in de samenleving staat, hoe je onderdeel bent van een samenleving. Hoe je ten opzichte van anderen gedraagt, nieuwkomers, weet ik veel wat. Gewoon wie jij bent, hoe je staat in die samenleving, dat is jouw verhaal. En dat is volgens mij, volgens ons, wat je hebt om er tegenin te zetten. Ja. Tegen het grote verhaal. Daar hadden wij het erover, wij hebben woorden nodig. Wij hebben woorden nodig om elke avond dat verhaal te vertellen. En er zijn heel veel woorden die we gaan gebruiken. Maar we kwamen erachter, er zijn een aantal woorden die steeds lastiger worden om te gebruiken, omdat ze wat anders zijn gaan betekenen. Er zijn mooie woorden, belangrijke woorden die gewoon poef, bijna verdwijnen. Een woord als vrijheid van meningsuiting is de basis van wat wij doen in theater. Vrijheid van meningsuiting. En zij zeggen, wat is het probleem? Ik heb de afgelopen 10 jaar op de asociale media dat vrijheid van meningsuiting vooral verworden is dat een groep boze blanke mannen die een grote bek hebben over bijna alles. Over het algemeen heel boos is, schelden, bedreigen, vaak anoniem. Met als motto, dat moet ik toch kunnen zeggen? Ja, je mag het wel zeggen, maar het betekent uiteindelijk niks meer. Als je er niet eens verantwoordelijkheid voor neemt. Dus wat is dan vrijheid van meningsuiting? Wij hebben dat, dit land heeft dat, vrijheid, oké. Maar als je even 1500 kilometer naar het oosten rijdt of 1500 kilometer naar het zuidoosten, is vrijheid van meningsuiting opeens een stuk minder voor de hand liggend. Als je begrijpt wat ik bedoel. Misschien is het leuk als je hier even zegt wat je van Erdogan vindt. Dat gaan we vanavond niet doen. Het gaat mij erom dat je in principe uit kan spreken over alles wat je bezighoudt. En zeker de afgelopen maanden waren wij onderweg in het hele land. En we hebben veel over deze stad gesproken. Ja? We hebben het veel gehad over... Oké, u kent allemaal de grachtengordel. Overal in het land kent men de grachtengordel. En wij mogen alles zeggen over de grachtengordel. Wij mogen ons ook afvragen, Louise, wat ga je doen? Schoenenwissel. Even schoenenwissel. Louise Kortals is de enige cabaretier met een schoenenwissel. U kunt dat niet zien, maar er staat in het coulissen staat een team van 8 man in overall. En die rammen er nu in 0,8 seconden 2 nieuwe pumps op. Dat is een beetje de Max Verstappen van de kleinkunst. Maar goed. Terug naar mijn verhaal. Ik praat in de provincie over de grachtengordel. Ik mag alles zeggen. Ik mag alles zeggen. Voel je de vrijheid? Ik heb tegen die mensen gezegd, er zijn vrouwen in de Amsterdamse grachtengordel. Wat mij betreft, alle vrouwen binnen de Amsterdamse grachtengordel zijn volgens mij opgedirkte, opgespoten, opgeblondeerde snollen met een rubberen broek, het IQ van een pantoffeldiertje, een witte wijnkegel en een bakfiets die zich 1 keer in de week door een betaalde toyboy in de bek laten zeiken. Kan je gewoon zeggen? Ook als het niet waar is. En het is natuurlijk niet waar, want ze hebben niet allemaal een bakfiets. Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Je begrijpt wat ik bedoel. Dat is vrijheid van meningsuiting. Belangrijk. Ander voorbeeld. Belangrijk woord. Oké, ik noem 1 belangrijk woord. Integer. Voel je het gelijk? Oh, integer. Toch? Ik zou ooit in mijn leven een keer een integere accountant willen ontmoeten. Maar dat gaat niet gebeuren, toch? Dus, integer vind ik een mooi woord. Stel, je googelt vanavond nog even integer. Dat kan toch? Ik denk dat de kans dat de naam Robin Linschoten opkomt vrij klein is. Ja? En de naam Henk Kamp ook. En de naam Annemarie Jorritsma ook. En crematiekoning Keizer ook. En Josje van Rij ook. U begrijpt wat ik bedoel? Ik vind het leukste woord uit de Nederlandse taal, vind ik VVD Integriteitscommissie. Dat is echt de top van de satire. VVD Integriteitscommissie. Klinkt een beetje als SGP Abortuskliniek. Waar ga je mee dachten? Klinkt een beetje als P van de A massabijeenkomst. Ik ga het simpeler maken. Het klinkt een beetje als een Blijf van mijn Lijfhuis onder de directie van Camille Eurlings. Begrijp je nou wat ik bedoel? Wat is daar het verhaal? Camille Eurlings slaat zijn vrouw en krijgt daarna een verklaring omtrent gedrag. Vroeger was het een verklaring omtrent goed gedrag, maar bij Camille is elk gedrag voldoende. En de rekening. Flikker er net op. Het gaat mij erom dat integriteit een woord is wat je graag wil gebruiken. Maar er is 1 ding wat ik toch van belang vind. Ik had het heel even over de VVD. Ja? Dat voelde je ook wel. En het grote verhaal ken je allemaal. Van al die namen, al die kop en al die shit. Dat weet je. En wat ik altijd zeg is, let ook op het kleine verhaal. Dat is ingewikkelder, kleine verhaal. Grote verhaal, oké, bam, kop in de krant. Kleine verhaal. Ik zal een voorbeeld geven, je had Mark Verheijen, een jaar of 2 geleden. Mark Verheijen. En Mark Verheijen was een talentvolle VVD'er. Het grootste talent dat ze hadden. Politiek talent. Die hadden ze er bij het kabinet goed bij kunnen. Maar Mark Verheijen was op een bepaald moment werkzaam in Limburg. Hij was toen dus een Limburgse VVD'er. En laten we eerlijk zijn, daar heb je de schijn behoorlijk tegen. En Mark Verheijen was een Limburgse VVD'er die dingen organiseerde voor de provincie. Op een bepaald moment was een diner van een man of 40, wat hij organiseerde. Belangrijk diner. En iedereen lekker eten en drinken, maar tijdens dat diner, op een bepaald moment werd er een fles wijn besteld door iemand. Een fles wijn van €130. Dolf vertelde dit in Blaricum. Mensen keken ons aan, wat is dat voor bocht? Wij zitten op 1 lijn, hè? €130. Dus volgende dag, er zit 1 vrouw op de 2e rij, die heeft nog steeds niet gelachen. Maar ik ga echt mijn best doen om het gedaan te krijgen. Maar het wordt ingewikkeld. Wat ik ga vertellen... Ik zit steeds te kijken, dat is Giro Weijers helemaal niet. Nee, dat klopt. Wat ik
terug met mijn vrouw. Fles wijn, 130 euro. We zijn in Limburg. Iemand bij het diner, fles wijn voor 130 euro. Wat staat er een dag later in de krant? Let op. Limburgse VVD'er bestelt fles wijn voor 130 euro. Voel je de ophef? Aan de talkshowtafels. Ja, wat een schande. Bobbelbobbelbob. Ja? Mark Vrij had hem niet zelf verteld. Hij heeft hem niet gezien, heeft hem niet gedronken. Maar hij was verantwoordelijk. Grote kop in de krant. 3 dagen later spreken Rutte en Zijlstra hun steun uit voor Mark Vrij. En dan weet je allemaal, dat is einde carrière. En dat was ook zo. Een dag later zegt Mark Vrij eer aan zichzelf. Begrijp je wat ik bedoel? Het grote verhaal is altijd simpel. Dat zijn de kop in de krant. Mijn enige ding is, let niet alleen op het grote verhaal. Let ook op het kleine verhaal. Dolf, heel even voor mij en de mensen. Maar sta jij het hier nou op te nemen voor de VVD? Nu je het zo zegt, hoor ik het zelf ook. Maar ik beloof dat in de loop van de avond tot een minimum te beperken. Ja, nee, ik begrijp dat de jaren gaan tellen, maar ik vond dit al niet echt des Dolfs. Je hebt volkomen gelijk. Het is veel meer iets voor jou. Hoezo voor mij? Nou, de naam Korthals kennen we uit een bepaald deel van het politieke spectrum. Dolf, dat zegt toch helemaal niks over mij? Je hebt gelijk, dat zegt veel meer over mij. Die veel te kleine rugzak over papa's schouder en het kereltje ernaast dat ondertussen wild gebaart naar de plaatjes van de takken omdat hij alles vast wil pakken waarin de magische natuur haar groot geheim bewaart. Ik heb de foto vaak gemaakt zodat het mij niet wordt ontnomen, dat beeld van hen zo samen richting einde van de straat. Dan de hoek om en verdwenen, terwijl ik zwaaiend op mijn tenen bij de voordeur na blijf kijken hoe het mooiste van het mooiste mij verlaat. En bij sirenes in de verte denk ik steeds weer aan dat doosje van Annie M.G. Schmid, waarin ze alles wil bewaren, maar ik weet zo werkt het niet. Want dat wat echt van waarde is, dat hoort niet in een kluis en is zo kwetsbaar als het keukenraam van thuis. En 's avonds als het stil is en de deuren zijn gesloten, dan loop ik zacht naar boven met het flesje voor 2:30. En even blijf ik wachten, ondanks al die halve nachten, om er zeker van te zijn dat ik toch echt beweging zie. En ze beloven je bescherming bij een aanslag of een ramp, voor het hacken en de gekken op het wereldwijde web. Maar wat valt er te verzinnen op zo'n keukenraam van binnen, dat vergeten open raam dat alles herbergt wat ik heb. Wat onvervangbaar is, dat hoort niet in een kluis. Het is het vergeten open keukenraam. Van thuis. Dank u wel. Dolf, kijk nou even. 500, nou ja, wat zijn het? Gewone, normale Nederlanders. Ja, ik heb mijn twijfel. Huh? We zijn nu al 4 maanden op zoek naar de gewone, normale Nederlander. In opdracht van uw minister-president. Ja. Het volledige beleid van Rutte is ja, voor de gewone, normale Nederlander. Dus Rutte heeft dat gezegd, hè? Alles wat ze doen is voor het gewoon normale Nederlander. Dus eigenlijk, als u ook heel blij bent met het afschaffen van de dividendbelasting,
dan is de kans vrij groot dat u er eentje bent. Dat is eigenlijk wat het is. Of als u ook heel blij bent dat al die multinationals via dit land de belasting kunnen ontwijken of ontduiken. Als u daar blijdschap bij voelt. Als u ook blij bent met de uitbreiding van Lelystad Airport en met de mestfraude. Dan bent u de gewone. Zelfs Bono van U2 kan via dit land de belasting ontduiken. Bono van U2 die zong ooit We're One, but we're not the same. Dat ging niet over liefde, dat ging over belastingmoraal, dames en heren. Dat is wat het is. Sorry, ik voel een klein beetje cynisme doorcijpelen. Dat is spijt. Dolf doet dit natuurlijk al bijna 30 jaar. Ja, bijna 30 jaar. Hij heeft overal mening over. Ja. Weet je, het is altijd aan het woord. Je komt er nooit tussen. Je begint een beetje de Robert Mugabe van het Nederlands cabaret te worden, Dolf. Ik ga één ding over Rutte zeggen wat positief is. Ik vind de teksten van Rutte de afgelopen maanden steeds beter worden. Zeker. Absoluut. Dat heeft u gehoord. Hè? Juncker hield dit jaar een State of the Union over Europa. Hè? Hij schetste een toekomstbeeld, een toekomstvisie voor Europa. En toen heeft Rutte gezegd op de radio, voor visie ga je maar naar de opticien. Niet slecht. Man, ja. Niet slecht. Een paar weken geleden ging je daar overheen. Dat was de dag dat Fred Teven buschauffeur werd. Toen zei Rutte bij zijn persconferentie letterlijk, Forum voor Democratie zal wel weer zeggen, ja hoor, weer een VVD'er die bestuurder wordt. Geen slecht materiaal, maar goed, ik schrijf het ook grotendeels voor hem. Dus dat is... Hij was nog geen 24 uur, jongens, na orkaan Irma. Ja. Zei Rutte op een persconferentie, we gaan zo snel mogelijk collega Plasterk afvaardigen naar Sint Maarten. Nou zei iedereen in de zaal, maar dat is toch gevaarlijk, dat is toch hartstikke... Ja, zei Rutte, daarom gaan wij zo snel mogelijk collega Plasterk afvaardigen. En toch zijn het pijnlijke beelden. Dus een maand of drie geleden nu, dan zie je die beelden van Irma wat over Sint Maarten trekt. Het hoort toch een beetje bij ons nog, toch? Ja. Met die hutjes en die dorpjes. En dan komt Irma over, vreselijk. Week later Maria, eroverheen. Want orkanen hebben altijd een vrouwennaam. Want ze komen langs en je bent je spullen kwijt. Dat begrijpt iedereen. En... Na Irma kwam José, hè, Dolf? José. Dat was José. De eerste genderneutrale orkaan. Dat is wat. José was de eerste orkaan in een regenpak van de ANWB. Dat was wat het was. Wat het is. Ja. Ik ga een andere naam noemen. Gewoon kijken wat er gebeurt. Okay. Sybrand Buma. Ik voel de sfeer in de zaal. Klap. Orkaan wegtrekken. Oké, ik ga proberen het uit te leggen. Ja. Het gaat over jullie. Het gaat over de gewone normale Nederlander. En een maand of drie, vier geleden hield Sybrand Buma een speech. En die ging over jullie. H.J. Schoollezing. De schoollezing. Ja. Die ging over de Nederlander. En ik heb hem helemaal gelezen. Voor jullie? Helemaal gelezen. Het ging over de Nederlander. En toen zei Buma op een moment, je hebt natuurlijk ook de boze bezorgde Nederlander. Ik denk, oké. En toen zei hij in regel 3, laten we het nou eens omdraaien. Laten we nou eens van de boze bezorgde Nederlander de Nederlander maken. Waarmee u allemaal in één klap boos en bezorgd bent. Treed binnen in de wondere wereld die Sybrand Buma heet. U bent allemaal boos en bezorgd. Dan wil ik graag weten, waarom dan? Staat er ook in. U bent allemaal boos omdat het geweld via de tv-schermen elke avond weer uw huiskamer binnenstroomt. En u bent allemaal bezorgd omdat letterlijk immigranten uit Oost-Europa en Afrika uw baan komen afpakken. Ha! Jij kijkt mij aan, maar ik ben nog niet echt bang dat hier morgen een Bulgaarse cabaretier naast jou staat. Nee, maar volgend jaar ligt alles nog open, Louise. Het is toch gelul? Die angst vind ik echt gelul. Ik ben toch niet bang dat er allemaal Oost-Afrikanen dit land binnenkomen die veel harder kunnen lopen? Dit is echt een heel slecht voorbeeld. Hey, weet je wat ik me dan afvraag, Dolf? Weet je wat ik me dan afvraag? Is na zo'n CDA-congres of na zo'n schoollezing, weet je, hoe komt zo'n Buma dan thuis? Weet je wel, ik zie dan voor me, hè, hij woont in zo'n voorbeeldig huis in Voorburg. En ik zie hem dan zo komen aanrijden, zo in zo'n jeep, weet je wel, radio aan. Weet je, I'm too sexy for my car, too sexy for my car. Weet je, stapt hij uit, je gooit dat portier dicht. Weet je, trekt de Donald Duck uit de brievenbus, loopt naar de voordeur, trapt die voordeur in en zegt, Siep is thuis, schatje, hang de vlag uit. Weet je, en zij rent direct naar de vlaggenmast, laat al het strijkgoed uit haar handen vallen. Gaat die vlag hijsen met alles wat ze in zich heeft. Begint een beetje te blazen, zodat dat ding zo leuk wappert in de straat. Weet je, ondertussen worden de twee kinderen worden opgeleid in de gang beneden. En met de hand op het hart staan ze hun favoriete nummer te zingen. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Dit is niet realistisch. Dit is niet realistisch. Want de oplossingen van Sybrand Buma zitten in zijn lezing. Ik heb hem gelezen. Oplossingen voor alle problemen zijn al die overbelaste leraressen. Die moeten met al die tyfuskinderen naar de nachtwacht. Ja. Om onze cultuur te leren kennen. Ja. U moet allemaal het Wilhelmus uit het hoofd leren. En drugs moeten worden verboden, dames en heren. Ik vind persoonlijk, als je het volkslied verplicht stelt, Dolf, moet je drugs ook toestaan. Vind ik redelijk. Wij hebben gemerkt, met drugs is Wilhelmus best een zwingend liedje. En ik heb zelf tegenwoordig een astma-medicijn, daar ga je echt tyfus hard van fietsen. Waar het gaat... Neem je tijd. Waar het mij om gaat,
is Sybrand Buma. Sybrand Buma, die met oplossingen komt voor een grote vraag. Weet je trouwens hoe Sybrand Buma de drugs wil laten verdwijnen uit dit land? Ik ga het gewoon vertellen. Door het te verbieden. Want als je het verbiedt, verdwijnt het vanzelf. Iedereen met kinderen weet, dat werkt altijd. Toch? Louise, geloof jij in de nachtwacht als symbool van onze cultuur? Nou ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, vier weken geleden ging ik met mijn zoontje, hij is nu ruim anderhalf. En ben ik met hem echt naar het Rijksmuseum gegaan, naar die nachtwacht. Ik vind dat toch wel leuk. Ik denk culturele opvoeding, weet je, vroeg beginnen. Dus ik stond daar zo met hem zo voor dat schutterstuk, weet je, en ik een beetje uitleggen wat hij daar dan kon zien, weet je. Ik zeg, groen, je neus, hoed. Ik ging daar helemaal op, van een prachtig moment, weet je toch? Ja, cultuur. En op een gegeven moment, kijk, naast me, is hij weg. Is hij nergens te bekennen. Mijn hart zat echt in mijn keel. Ik zag hem in die hele zaal niet. Vond ik hem twee zalen verderop, omringd door een hele horde bezoekers. Stond hij met de pamper op zijn knieën, een hele nieuwe vorm van het expressionisme. En je hoort die Amerikanen, look. Ja. Laatste stap, Sybrand Buma. We komen bij zijn oplossingen. En toen zei hij letterlijk, er zijn heel veel christelijke waarden. Toen zei hij letterlijk, en die zijn een stuk interessanter dan u zou denken. En dat zou kunnen. Want velen van u zijn misschien christen, of een variant daarvan, een groot respect. Maar je hebt natuurlijk in deze maatschappij ook heel veel mensen die zijn geen christen. Die zijn misschien wel hindoe, of moslim, of boeddhist, of ze denken zelf na, al die varianten heb je. Ja. Maar, let op, ik heb heel veel respect voor al die... Nee, ze lacht nog steeds niet. Ik heb heel veel respect... Ik weet niet hoe ze hier verteld. Ik ga een beetje hier staan, hier is leuker. Ik heb heel veel respect voor die christelijke waarden, dat meen ik serieus. Ik zal er drie noemen. Ja. Als Sybrand Buma nou van al die christelijke waarden naast de liefde zou doen, sociaal gevoel en medemenselijkheid. Dat vind ik drie mooie waarden. Als Sybrand Buma nou die drie christelijke waarden zou pakken en daarop zijn sociale beleid, zijn economisch beleid en zijn asielbeleid zou baseren, dan zijn we niet meer boos. Dan zijn we niet meer verontwaardigd, dan zijn we allemaal, daar ben ik zeker, geïnspireerd door Sybrand Buma. En ik geef toe, ik schrik zelf ook een beetje van die laatste zin, daar moet ik dat toch wel toe. En je kan het nu ook wel zeggen, Dolf, maar dat is toch helemaal niet waar mijn generatie behoefte aan heeft. Jouw generatie? Ja, mijn generatie, de jonge generatie heeft toch behoefte aan een beetje een bruisend verhaal, jongens, over de toekomst. Okay. Weet je, niet al die oude knarren die de hele tijd die geschiedenis staan op te lepelen. We willen een mooi verhaal, Dolf. Louise, wat heeft jouw generatie aan het politieke verhaal bijgedragen dit jaar? Nou, wij hebben Jesse. Jesse Klaver. De Jessias, jongens. De Jessias, hè, de Jessias, die maakte van politiek weer een beweging. Weet je, die begreep dat jonge mensen een beetje een bruisend, swingend verhaal over de toekomst willen horen. Hé, de Jessias die organiseerde meetups, jongens. Hele stadions vol fans. Weet je, daar stond hij met opgestroopte mouwen als de Trudeau van de lage landen de idealen te verkondigen. Dat was het, hè. Dus ik ging naar Carré om de documentaire van Jesse te zien. Hè, om het verhaal van links te horen. De idealen in beeld gebracht. De weg naar utopia. En ik zat daar, maar het enige wat ik zag was Jesse. In een fucking eikeltjespyjama, Dolf. Nou, dan staat hier gewoon een teleurgestelde jonge vrouw. Hè? En hij was zo'n charmant met zijn zwarte manen en met zijn jolijntje. En hij was zo intelligent en ambitieus. En het zou de jongste minister-president ooit worden. Nou, als dat de ideale schoonzoon is, dan ben jij een gezellige dikkerd. Ander voorbeeld. De Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid is niet specifiek mijn partij, maar ik vind... De Partij van de Arbeid de meest sociale partij van dit land. Want de Partij van de Arbeid heeft bij de laatste verkiezingen 29 van hun zetels weggegeven aan andere partijen. Zo kan je het ook doen. Okay. Maar heeft jouw jonge generatie nog meer aan het politieke discours bijgedragen? Wolf, wij hebben Thierry Baudet. Ik heb zoveel spijt van die vraag. Het is, Thierry, wat ik het mooie vind aan zo'n jongen als Thierry Baudet, hè, uit Heemstede Aardehout, is dat hij zo gewoon is gebleven. Weet je, het is echt een man van het volk. Hè? Thierry is echt een man van het volk. Ik vind dat zo fijn aan Thierry, weet je, die dat gewoon snapt. De eerste verkiezingsbelofte die Thierry ook inloste, hè, aan het volk, was het intakelen van zijn eigen vleugel in het Tweede Kamergebouw. Correct.
Ja, ik vind dat prachtig. Weet je, Rutte wilde meteen zijn moeder in de caravan op het Binnenhof. Want dat, ja, dat krijg je, dat steekt elkaar aan. Maar ik vind dat Thierry is echt, hè. Ik vind, er is veel kritiek ook op Thierry. Laatst ook, weet je, naar aanleiding van die debatten over het regeerakkoord. Maar ik denk dan wel eens, Dolf, weet je, wat kan je zo'n jongen kwalijk nemen? Weet je, die heeft de val van het Romeinse Rijk nog niet eens verwerkt. Dat is het. Dat is het, denk ik. Ja, dat vond ik ook prachtig, hè. Dat Thierry dan, de eerste speech die Thierry hield in de Tweede Kamer, hè, zijn maiden speech, dat hij dat ook deed in de taal van het volk. Met Latijn. Het Latijn. Ik vond dat prachtig. Een soort Latijn. Ja, soort Latijn. Het was een variant op het Latijn. Speelse variant op de Latijnse taal. Ja. Ik wist dat zelf ook niet, maar mijn dochter heeft die opleiding dan wel afgemaakt. En het grappige is, mijn dochter noemt Thierry Baudet sinds die dag een penis agraricus giganticus. Maar dat is, ik zit er wel eens over na te denken. Weet je, Thierry heeft zichzelf benoemd tot de belangrijkste intellectueel van Nederland. Wow. Stel je eens voor, weet je, de last dat jij een land moet leiden waarin iedereen dommer is dan jij. En je hebt dan nog maar eens vertrouwen in de toekomst. He, Thierry Baudet zei 3 weken geleden in een interview met NRC, zei hij dat hij de enige is met het talent om Nederland te redden. En jongens, Thierry wil helemaal geen minister-president worden, maar hij moet wel. Dat is het, hè? Ja, dat is het. Thierry zegt van alles, hè? Thierry heeft het over homeopathische verdunning, over het einde van de westerse beschaving. Nederland wordt gegijzeld. Gijzeld dat je het nee van vrouwen niet moet respecteren. Maar als Thierry dan gevraagd wordt om verantwoordelijkheid te nemen voor die uitspraken, dan zegt Thierry dat is ironie en dat begrijpt het gewone volk niet. En dan ben je gewoon een laffe hond. Dan ben je, ik denk echt, als wij Thierry Baudet een keer naakt op zijn vleugel treffen, nee. Dat wij precies zien wat hij is. Nee. Een gladde eikel met 2 lavendelzakjes. Dat is het, ja. Ik voel heel veel spanning in de zaal. Nee, ze lacht nog steeds niet. Ik heb mij verdiept in de persoon Thierry Baudet, want hij stond een paar keer in de krant. En ik heb 1 groot interview gelezen in Elsevier, maand of 2 geleden. Elsevier is een glossie met leugens. Maar het was echt een goed stuk. Echt een stuk waarin je heel veel over zichzelf praat en wat dat doet hij. En er stond letterlijk in, Thierry is nogal een mooie jongen. Althans, hij zei zelf letterlijk dat hij nogal een mooie jongen is. En de letterlijke quote van Thierry was, ik ben nogal een mooie jongen. En daarom nemen mensen mij inhoudelijk vaak niet zo serieus. En ja goed, ik herken dat wel. Maar dit is het verhaal, jongens. Dit is het verhaal. Het verhaal van 2017 in de politiek is, er is geen verhaal. Politici zijn zelf het verhaal. Dat is toch pijnlijk, Dolf? Het draait om hen. 1 uitzondering. We zijn terug in Amsterdam. We hebben 4 maanden getoerd. We hebben het veel gehad over onze burgervader, die uiteindelijk de burgervader van dit land werd. En waarom ik het nu zeg, is Ebra van der Laan gaf zijn laatste interview aan Zomergasten. Dat heb je gezien misschien. En het ging onder meer hierover, letterlijk, over de politiek. En het ging niet om partijen, het ging niet om voorkeuren, het ging om wat er gebeurt in de politiek. En wat Van der Laan bijna letterlijk zei, die deel dat heel veel mensen in Nederland gewoon mensen willen die, zo maar zeggen, met iets van visie het debat aangaan en dan samen ergens uitkomen. Dat mensen zoeken naar iemand die evenwicht brengt. En wat hij zag bij alle debatten, hij liet er 1 zien, hij zag vooral mannen die elkaar vliegen afvangen, puntjes scoren, one-liners scoren en dat is het ongeveer. En wat Van der Laan zei, letterlijk, dat heel veel mensen behoefte hebben aan mensen die evenwicht brengen in dit land. En dat raakte mij. Hij liet ook een fragment zien in diezelfde uitzending van iets nou ja, wat hem heel erg raakte, een jongen die in de knop werd gebroken. Ja. En dat was Abdelhak Nouri. Appie. Jonge voetballer van Ajax. Dat is iets wat niemand is ontgaan. Je kent Appie? En het ging helemaal niet over voetbal. Appie was, als je het niet weet, Appie was een van de meest talentvolle voetballers bij Ajax en zou dit jaar doorbreken. Bam. Maar Appie ging op Appie neer en stond niet meer op. En uiteindelijk ging het Van der Laan natuurlijk om dat verdriet en om in de knop gebroken, maar het ging hem om die persoon van Appie, een jongen uit West, uit Geuzeveld. Een Marokkaanse Amsterdammer. En daar sprak Van der Laan over. En het was, die jongen ontsteeg iets. Het raakte zoveel mensen. En misschien had het ermee te maken dat die jongen onderdeel was van een groter geheel. He, hij eigende bijvoorbeeld zijn succes niet toe. Hij zei, om hier te komen op dit punt, om zo succesvol te zijn, had ik mensen nodig. Anderen nodig. Ja. He, ik had mijn vader nodig, die me altijd naar de trainingen op en neer reed. Mijn moeder, he, die altijd wat lekkers had gekookt als ik thuis kwam. Mijn broer, he, op de eerste rij. Mijn zus, mijn vrienden op het voetbalpleintje. Weet je, ik ben jullie. En er gebeurde iets. Het was verdrietig en mensen waren geschokt en geraakt. Maar er gebeurde iets toen hij terugkwam naar Nederland, 1 dag of 10 later. Toen kwamen mensen samen op die plek waar ik over had, Geuzeveld buiten de ring. Pleintje waar hij leerde voetballen, de straat waar hij nog steeds woonde bij zijn ouders.
En er kwamen logischerwijs heel veel mensen uit Amsterdam samen. Heel veel Ajaxiden, harde kern. Maar ook gewoon mensen als jullie, gezinnen met jongens en meisjes in een Ajax-shirt. Maar ook jongens, jongens van Feyenoord. Feyenoord kwam ook naar 020 omdat ze verdrietig waren over Appie. ADO. FC Utrecht. FC Utrecht. Die kwamen allemaal hier naartoe en stonden opeens door elkaar met de harde kern van Ajax. Jongens van de motorclub. Jongens van de motorclub die echt niet allemaal crimineel zijn. Er zijn ook gewoon jongens die hebben een motor en die stonden daar ook. Er was op een gegeven moment was er een prachtig moment. Was een prachtig moment toen gingen de moslims bidden. Er heel veel moslims, Marokkanen, ja, uit West, en die stonden allemaal door elkaar en twee gingen bidden. Ja, en twee jongens klommen op een busje, die gingen voorbidden. En we zitten te kijken en je ziet daar in die groep iets gebeuren. Niet iedereen, maar heel veel mensen gingen meebidden. Ja. Jongens van de motorclub, die staan een beetje ongemakkelijk. Jongens van de harde kern, met zo'n gezicht van, ja, schijnbaar is je ontvangst dan beter. Dat weet je zo. Maar die staan dus met 1000 man. Naast elkaar verschillend te zijn. En dat zou het verhaal toch kunnen zijn. Ik wil geen beelden van een voetbalveld diep in Oostenrijk. En ik wil geen scherm zien waarachter het gebeurt. Wat ik wil is dolle schaterlach. Ongelooflijk, zo'n mooie dag. En dan ruiken hoe een zomers grasveld geurt. Ik wil niet horen dat het allersterkste jonge hart kan falen. En ik wil niet weten dat de schade haast fataal. Wat ik wil is tiki-taki. Paas of schot. Of eerst een hakje. En dan later ooit de kampioenschapsschaal. Maar ik zie 1000 droeve mensen in die straat in Geuzeveld. Ik zie een vader die zich uitstrekt in verdriet. Een broer die dank u zegt in tranen wil ik niet. Ik zie daar mensen samen huilen die elkaar normaal niet mogen. Nooit eens spreken of ontmoeten überhaupt. En ik zoek woorden om te schrijven hoe dat samen zijn kan blijven als we morgen of daarna zijn uitgerouwd. Dat we het steeds eens zijn. Dat we met z'n allen. Dat we elkaar helpen bij het opstaan na het vallen. Dat we steeds in harmonie is niet waar ik om vroeg. Een heel klein beetje Noori is genoeg. Dat we zonder vooroordeel en zonder onderscheid. Dat we toekomstdromen durven delen in de tijd. Dat we zonder ooit conflict is niet waar ik om vroeg. Heel klein beetje Noori is genoeg. Dat we geen verschillen en geen chagrijn. Dat we zonder grote woorden toch de wijste zijn. Dat we Allah's wil aanvaarden is niet wat ik om vroeg. Een heel klein beetje Noori is genoeg. De beste man schrijft dus een gedichtje. Huh? Ja, dan zijn er in zo'n jaar ook politieke momenten. En daar kun je woorden aan geven. Hoe noem je het? Oh ja, momenten. Ja, het zijn eigenlijk oh ja momenten. Oh ja momenten. En daar hebben we het over gehad. En we hebben een vormpje bedacht om dat over te brengen. Dolf heeft eigenlijk een vormpje bedacht. Ik heb een vormpje bedacht. Ja. Mijn idee is, ik meme voor u een politiek moment. Gelijk vrij veel ongeloof in de zaal. Ik ga dus mijn mond houden. Dat is eigenlijk wat we nu aankondigen op dit moment. Hebben ze medicijnen op aangepast? Maar... Ik, dank u wel. We hebben in ieder geval één apotheek of een profielrender. Ik meme voor u een politiek moment. U raadt wat ik meme. En daarna gaan we allemaal verder met ons leven. Dat is eigenlijk het verhaal. Oké, wie biedt wel onderweg? Ja. Meme 1. Dat was hem. Wie was dit? Bijna goed. Ik wil een naam hebben. Henk Krol. Bam! Zo. Ik vind het leuk dat je je vrouw aan die kant gezet hebt. Vind ik echt hartstikke leuk. Ja. Ik weet niet waarom. Henk Krol. Goed gedaan, vriend. Echt waar. Oké. Okay. Het enige waar ik aan kan denken zijn de noten van Henk Krol. De noten van Henk Krol. De pistachenoten van Henk Krol. Oh, gelukkig. Ik dacht de noten van Henk Krol. Nee. Sorry. Meme 2. He, Henk heeft een hele rel ontketend in Iran met zijn pistachenoten. Ja. Ik vind dat schitterend, hè? De noten van Henk zorgen vaak voor onrust, of... Henk Krol heeft iets bereikt, dat is het verhaal. De volgende. Meme 2.
Dit was hem. Tosti, heel goed. Heel goed. Wie was dit? Kuzu. Bam. Jullie zijn echt fucking goed. Ik voel ook echt spanning. Echt goed. Twee mensen hebben een idee, de rest van de zaal kijkt maar aan. Waar gaat dit nu weer over? We hebben het over Kuzu van de AK-partij van Denk. We hebben het over de heer Kuzu, die loopt door het Tweede Kamergebouw met een tosti. Dan zou je zeggen, wat is het probleem? Volgens mij zit daar ham in. Ik denk dan, mag dat wel? Nou. Wat er gebeurt is dit. Hij ziet een cameraploeg, hij denkt, ik loop hier met een tosti. Dus wat doet hij? Hij steekt hem in zijn binnenzak, jasje dicht. Niks aan dan. Maar, dag later, officieel persbericht van Denk. Het was helemaal geen tosti. Het was een telefoonhoesje in de vorm van een tosti. Ha. Ze lacht. Ik heb het. Ze lacht. Oké, doe nog even. Symbolisch. Symbolisch voor dit jaar. Ja. Ja. U mag raden. Wie is dit? Wat is dit? Wat zei u? Amy Winehouse. Leuk dat je er bent, vriend. We hebben het over de politiek van dit jaar. Je hebt mensen die zijn Amy Winehouse actrice, die moeten één keer per avond dit roepen. Nou goed, je gaat naar huis. Dat is maar. Wie of wat is dit? Politiek. U kunt het niet zien, moet u even naar beneden komen? Dat kan natuurlijk niet, we gaan het ook wel. Dit is ze ligt, ja, hoe ga ik het zeggen, als voor dood, lang uit en enigszins wijdbeens. Vandaar Amy Winehouse, denk ik. Wie is dit? Wat is dit? Wat zei? Het heeft vrij lang geduurd. Het heeft vrij lang geduurd. De formatie, bam! Het kan dus wel, hè? Had ook gekund. De volgende. Jullie zijn echt goed bezig. Ja, jij niet, maar jullie wel. Deze weten jullie sowieso. Ja, deze weten. Ja, weet ik. Wie is dit? Het is echt ingewikkeld. Misschien als je je ogen zo ver mogelijk opensperkt. Halbe Zijlstra voor het eerst in het buitenland. Dat was hem, dat was hem. Jij ook even, ja. De volgende. Wie zijn dit? Pechtold en? Koolmees! Bam! Jullie zijn goed. Jullie zouden als zaal mee kunnen doen aan de slimste mensen van Nederland. Dat is echt. Ik ga nog even doen. Iets groter denken, oké? Allemaal even iets groter denken. Okay. Iets groter. Ja, we hebben het daar even blijven staan. Ja, komt ie, hè? Ja. Trump en Macron. Bam! Super. Heel goed. Echt. He, dat is mijn generatie. Macron, die snapt dat wij een beetje behoefte hebben aan een mooi verhaal. Een beetje politiek heldendom. Weet je, gaat het? Ja, lekker. Ja, dan gaat het. Die zette Trump even op zijn plek. Zo. Trump is dit jaar namelijk uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt, jongens. Had je ook zijn argument gehoord? Het argument was letterlijk, het klimaat in Parijs interesseert ons niet. Maar Macron reageerde meteen, hè? Macron zei namelijk, er is geen plan B, want er is geen planeet B. Ik vond dat prachtig. Er is geen plan B, want er is geen planeet B. Misschien vond ik nog wel het allermooiste, dat sinds de hele geschiedenis voor het eerst een Frans staatshoofd iets in het Engels zei. Hij zei namelijk, We will make our planet great again. Neem een kietenpak. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps. Des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ses heures. De aarde, ze zwicht, ze ontwricht, onderdrukt, ze verwijt ons hardvochtig geweld. Ze zorgde, ze voedde, ze gaf tot ze bloedde en heeft nu haar grenzen gesteld. We hebben haar meermaals tot waanzin gedreven, zij richtte haar rug in haar as.
Toch beleven we vragen en bomen omzagen tot zij niet meer wist wie ze was. Nu sist ze ons toe met tsunamis en stormen, de zeespiegel stijgt ongehoord. En nu pas beginnen de zorgen om morgen en sluiten we soms een akkoord. We hebben beloofd dat het anders zou worden, maar steeds bleek dat ijdele hoop. Nu is ons beus, nou tot ziens en adieu, want ozon is niet bij de bouwmarkt te koop. En je ziet het misgaan, je ziet het gewoon misgaan. Het smeltende poolkappen gaat in de ozonlaag. Abel. Met oerwouden die wij omhakken voor veevoer, voor onze vleesindustrie. En met Donald Trump, Abel. Die het woord climate change verbiedt, want dan verdwijnt het vanzelf. Maar ook goede ontwikkelingen. Abel. Ik zie flexitariërs, zonnepanelen, windmolens en een boer in Lemmer die het kroos uit de sloot gebruikt als veevoer. Het kan dus wel, dames en heren, het kan dus wel. Haar hart is gebroken, haar ziel is bekrast, ze wordt gek van het liefdesverdriet. Ze schonkels gedreven, haar lust en haar leven, maar dankbaar zijn konden we niet. Dus roept ze, je zoekt maar een andere schoot, voor je uitstoot je plastic in zee. Ik ga je niet dragen, je einde der dagen, je zakt er maar in, ik ben geen planeet B. Hou me vast, haal je handen zacht langs mijn rivieren en mijn grond. Hou me vast, zoals toen lang geleden, toen we samen dansten rond en rond. Jij met mijn water in jouw mond, rond en rond. Herken je niet meer, ooit was ik jouw moeder, jouw vrouw. Jij wil mij beheren, kapot regisseren, maar ik ben de grond onder jou. Ik die je grootmacht herken je niet meer, je bent zelfs de hoogmoed voorbij. Nooit snap jij je plek, met je grootste gebrek onthoud jij was hier niet zonder mij. Even heel kort op mag aansluiten. Ja, kort. Ja. Het gaat in de politiek heel vaak over één ding, het heet economische groei. En dat woord ken je allemaal, staat in de krant, de grote kop. Er is weer economische groei. Blijdschap, blijdschap. Mijn enige vraag aan jullie zou zijn de komende weken, maanden, jaren. Als het gaat over economische groei, vraag je dan één ding af. Wat betekent dat? Wat betekent economische groei? Wat is economische groei? Want als het zou betekenen dat we nog meer leeg trekken uit een aarde die zo'n beetje leeg is. En nog meer produceren wat voor een deel afval is, voor een deel voedsel wat we voor een derde wegflikkeren. Als dat economische groei is, dan is het een doodlopende weg. En waarom zouden we met z'n allen heel blij worden van een doodlopende weg? Begrijp je? Als economische groei niet groen is, niet duurzaam, niet circulair, waarom zou je er dan überhaupt blij van worden? Ik zal één voorbeeld geven uit dit land. We hebben een zeer goed lopende vlees- en vee-industrie. En wat wij doen is, wij sluiten beesten op, meestal in stallen of loodsen. Het gaat om veel beesten, heel veel beesten. Er zijn soms stallen, daar zitten 30, 40, 50.000 levende wezens in één stal of loods. Dat zijn kippen of biggen of kalver of weet ik veel. Die sluiten we op en dan vreten we ze daarna op. En wat je soms hebt is een stalbrand. Het ergste woord uit de Nederlandse taal, stalbrand. Deze zomer waren er 4. Stalbrand, dat betekent dat er een loods of een stal van ons is met 40.000 of 50.000 levende wezens en die verbranden levend, allemaal. Ja? 50.000 levende wezens. Als je de beelden hebt gezien, ga je het niet vergeten. Als je toevallig in die buurt was, je hebt het geroken, ga je het nooit meer vergeten. Maar het gaat mij om de geluiden. Kan je je voorstellen wat voor geluid 50.000 beesten maken die verbranden in onze stal? Kan je je dat voorstellen? De geluiden die die beesten maken zijn voor mij de soundtrack bij een tekortschietende economische politiek. Nou jongens, dan wordt geen lekker bitterballetje in de foyer. Maar ik snap dat wel, hè. Soms ben je onderdeel van een verhaal waar je helemaal geen onderdeel van wil zijn. Ik was een jaar of 10 en het was kerstvakantie. En ik was als kind, mijn moeder zei altijd dat ik gewoon hele zware botten had. En ik zat tussen mijn twee zusjes ingeklemd op de achterbank van de blauwe Volvo van mijn vader. En wij waren op weg naar Genève, Zwitserland, naar vrienden van mijn ouders in Genève. En wij komen daar aanrijden na een dag reizen. En het eerste wat wij zien is een gigantisch landgoed. Een gigantisch landgoed en een enorme paardenranch. Mijn vader vertelt mij dat de vrouw des huizes nogal paardenfan is. Net als ik op die leeftijd.
En ze zitten er duidelijk nogal ruim bij, want even verderop is een zwembad van Olympische afmetingen. En op een gegeven moment zijn wij binnen. Ik weet nog precies, het was borreltijd, 10:50 in de ochtend. En toen vroeg de gastvrouw aan mijn zusjes en mij, zouden jullie het nou niet leuk vinden om ook een keertje te gaan paardrijden? En nou ja, ik was echt al jaren diehard lid van de Penny. Echt, weet je, dus ik dacht, dit is mijn moment. Weet je, dit is het moment dat mijn edele vierbenen en ik zullen versmelten in de wind. Weet je, dat ik één keer gewichtloos vrij kan zijn. Weet je, Horse Whisperer meets Black Beauty. Ankie van Grunsven, eat your fucking heart out. Weet je, om 10:50 stonden mijn zusjes en ik een beetje gespannen zo aan de rand van die ranch te wachten tot de dochters des huizes zouden komen met de paarden. En op een gegeven moment komt de eerste dochter naar buiten met een roestbruin kanon. Een schitterend beest. Een gigantisch paard, koperen manen in de wind. En mijn oudste zus liep er direct op af, werd op dat paard geholpen en zwierde daar zo door die bak. En toen kwam de tweede dochter des huizes naar buiten met een echte Black Beauty. Je mijn Black Beauty. Glanzend beest. Perfect, schitterend paard. En ik kon van innerlijk geluk geen stap meer zetten, waardoor mijn jongste zusje mij net te snel af was. En die gingen vandoor op Black Beauty. En ik denk, oké, kort als moed houden. En toen kwam de gastvrouw naar buiten met haar hond. Tenminste, ik dacht dat het haar hond was. Maar dat bleek een Shetlander te zijn. Een beetje zo'n wollig zwart beest van ongeveer 50 centimeter hoog. Een beetje pufferig, wel een beetje oud beest. Ik denk, nou ja, die moet waarschijnlijk ook even worden uitgelaten. Weet je, zijn vrienden zijn nu ook buiten. He, dus ik stond een beetje te wachten op mijn kanon. En toen wenkte de gastvrouw mij. En ze zei, Louise, deze is voor jou. Het is echt een schatje. En ik denk dat mijn botten nog nooit zo zwaar zijn geweest als op dat moment. En ik zocht de blik van mijn moeder, maar die zag mij niet. Die stond druk te kletsen. Dus ik denk, oké, wie het kleine niet eert. En ik sleep mezelf met alles wat ik in me heb richting deze fout der natuur. Ik denk, God de Heer had alleen maar toparchitecten in dienst. Maar dit moet toch het afstudeerproject zijn geweest van een zwak begaafde snuffelstagiair. Net als de Kwal en Thierry Baudet. En ik zet mezelf op die Shetlander. En zodra ik op dat beest zit, voel ik dat paard een beetje doorzakken. Weet je, net als de vooroorlogse stretcher bij mijn oma. Vervolgens komt de gastvrouw ook nog aan met een te grote cap, want ze heeft geen normale maat meer. En terwijl mijn zusjes als volleerde Amazones elegant en gewichtloos om mij heen zwieren, ga ik door die bak met mijn knieën door de drek als een soort Subaru zonder benzine. En vervolgens komt de gastvrouw op het ongeëvenaarde idee om ook mijn paard of pony of levende pianokruk te laten draven. He, dus ik zit op dat beest. Die cap is binnen no time over mijn ogen gezakt. Ik zie helemaal niks meer. Ik zie niemand meer. En ik denk, het enige wat ik nu nodig heb is redding. Bescherming. Mijn moeder. He, daar heb je een moeder voor. Dat is wat Sybrand Buma bedoelt met christelijke normen en waarden. Al heb ik op dat moment beduidend meer affiniteit met een vrijwillig levenseind. En dit gaat minutenlang zo door. Tot die cap van mijn kop flikkert. Zie ik mijn moeder aan de zijkant over het hek hangen. Huilend van het lachen, terwijl ze een glas rosé in de lucht houdt. En dat is waarom ik nooit VVD zal stemmen. Ja. Ik denk, we doen even een shirtwissel. Ik heb dit jaar heel veel respect gekregen voor de vrouw. Dat komt zeker niet alleen door Louise, dat komt vooral door haar moeder. Maar ook andere vrouwen heb ik heel veel respect voor gekregen. En ik doe dit al 26 jaar als cabaretier-comedian. Ik ben hier heel vaak geweest, wat altijd weer een vreugde is. En 26 jaar lang, ik heb ook vaak grappen gemaakt over vrouwen. Dat zou ik zelf liever niet doen, maar goed, dat staat in je cao en dan zit je eraan vast. En, ik heb besloten om in de rest van deze avond te proberen geen grappen meer te maken over vrouwen. Proberen is de centrale term. U denkt misschien, waarom respect voor de vrouw? Vooral dit jaar zal ik uitleggen. Heel veel vrouwen hebben mij geraakt. Een voorbeeld, we hadden het over Trump. Mm-hmm. Trump werd in januari geïnaugureerd. Een woord dat hij zelf overigens niet kan spellen. En veel Amerikaanse mannen waren wel geschrokken, maar dachten, nou, ik koop er een volautomatisch wapen bij. Wat kan je gebeuren? Vrouwen niet.
Vrouwen reageren anders. Amerikaanse vrouwen zoals jullie, die waren echt woedend. Die waren woedend dat deze man president kon worden. En voor de duidelijkheid, dat ging dus die vrouwen niet alleen maar om grabben bij de pussy. Het ging om veel dat meer dan... Het gaat ook om veel meer, Dolf. Je staat er een beetje te Harvey Weinsteinen. Hashtag MeToo, jongens. Dat gaat over veel meer. He, dat gaat over een verziekte seksuele moraal, Dolf, bij mannen in machtsposities. En dat moet aan de kaak gesteld worden. He, dat moet gezegd worden. Vrouwen hebben daar een terecht punt, jongens. Het is jammer dat die discussie de hele tijd alle kanten op zwiebert door interviewers als Pauw en Matthijs van Nieuwkerk. Maar dat moet gezegd worden, Dolf. Daar kan je wel weer grapjes over gaan zitten maken. En voor de duidelijkheid, dit gaat niet alleen over mij, maar ook over jullie. Anders zal het wel heel makkelijk worden, dit... Dat is belangrijk, Dolf. Je kan niet overal maar zo... Kijk, wat bijvoorbeeld goed is, is denk ik dat wij bijvoorbeeld, hè, vanavond bijvoorbeeld, samen op een podium staan. Hè? Ik wil, nou ja, toch een blanke man in een machtspositie. En een frisse bloem. Weet je dat? Toch? Dat is toch... Ik bedoel, jij gaat hem toch niet grabben by the pussy? Nee. Nou, dat bedoel ik. Althans, niet tijdens de voorstelling. Nou, wat ik wou vertellen is dit. Goed verhaal, hè? Maar nu even mijn verhaal. Amerikaanse vrouwen woeden. Nogmaals, niet alleen vanwege grabben, maar de pussy. Er was veel meer aan de hand dan dat. Er is veel meer aan de hand dan dat. Dolf, sorry, mag ik nog even? Hè, kijk naar al die mannen in machtsposities dit jaar, jongens. 2017. Kijk naar een Trump. Kijk naar een Kim Jong-un. Kijk naar een Poetin. Weet je, het enige wat ik zie als ik niet naar die mannen kijk, is mannen die hun raket staan te vergelijken. Weet je, dan denk ik aan zo'n pisbakken scène. Weet je, dan zie ik van die stickers met naplassen handen wassen. Dan zie ik zo'n oranje Amerikaan in een te groot pak met zo'n dode marmot op zijn hoofd. Weet je, en die staat daar dan met, wow, look at my rocket. It's really great. It's really awesome. It can go really far. Wow, I'm gonna retweet my rocket. Look at me, weet je, en twee pisbakken verder staat dan een net iets te kleine, dikke Aziat, weet je, die staat daar met, look at me, I'm look at me, I can go really far, I can go all over Japan, look at me, weet je, drie pisbakken daarnaast. Zie ik een half ontblote Russische dictator. Die staat met zijn raket gewoon alle tussenschotten eruit te schwaffelen. Met een Nasdrovia, Nasdrovia, Nasdrovia. Nee, dat is mee onder. Okay. Ja. U klapt daarvoor. Ik deel daar de kleedkamer mee. Ik heb het over respect voor de Amerikaanse vrouw. Maar ook voor andere vrouwen. Amerikaanse vrouwen die gingen bijvoorbeeld marcheren tegen Donald Trump. Want die waren woedend. En die gingen marcheren tegen Donald Trump. Vrouwen zoals jullie, maar dat in Amerika. En die gingen in alle grote steden, januari, februari, marcheren. Washington, in LA, Chicago, New York. Ik zag beelden uit Boston. Een stad die in mijn hart zit. Ik liep er ooit de marathon. En ik zag 30.000 Amerikaanse vrouwen woedend marcheren tegen Donald Trump. Prachtig toch? 30, ik zeg wel, het is geen 60.000, maar 30.000 is ook veel vrouwen. Toch? Prachtig. Wat ik dus zag, ik zag 30.000 Amerikaanse vrouwen die ook nog een keer allemaal de goede kant op liepen. Dolf? Er slipte wel eens eentje tussendoor. Ja, dat zegt uw wijsman ook altijd. Er slipte wel eens eentje tussendoor. Ja, ik heb een beeld. Andere vrouwen, die wonen in Latijns-Amerika. Dat zijn heel vaak Latijns-Amerikaanse vrouwen, want die wonen daar. Als die vrouwen iets willen, dan moet die man dat regelen. Maar die man begint daar niet aan. En dan zeggen die vrouwen in Latijns-Amerika tegen die man, jij gaat het nu regelen. En tot dat moment is er hier een seksstaking. No pasará. Dat is Spaans voor je komt er niet in, vriend. En dat schijnt te werken. Ik kijk naar de eerste rij, ik zie een aantal mannen die kijken me aan door of seksstaking. Ik zou niet eens verschil merken, maar daar gaat het niet om. Oké, anders. Dat mag niet meer. Respect voor de vrouw. Ik heb een dochter en die heeft een vrij hoge opleiding op mijn kosten afgerond. Ik heb daar veel respect voor. Vroeger nam ik mijn dochter mee naar Bentjes. Mijn dochter houdt van iets weer. Ging naar Paradiso, Melkweg, Tivoli en dan ging ik bij Bentjes kijken. Tegenwoordig, het is echt waar, neemt mijn dochter mij mee naar festivals om Bentjes te kijken. Loop je met je dochter? Praat hem lekker jong. Houd me lekker jong, op mijn kikkerschoenen, sta je met je kikkerschoenen in een fucking weiland. Afijn, 3 dagen lang. En je kent die sfeer toch? Into the Great Wide Open en Down the Rabbit Hole en Lowlands. En dan ga je er 3 dagen loop je met je dochter. Dat is echt prachtig. En mijn dochter neemt me mee naar al die plekken. Viel me 1 ding op dit jaar. Op Lowlands en andere festivals. Er wordt heel veel gevreten. Er wordt onwaarschijnlijk veel gevreten. Gevroten. Gevroten is de juiste term. Iedereen loopt te vreten. Iedereen loopt te proppen.
En u kent mij. Ik ben gek op eten. Althans, ik mag er graag naar kijken. Dus iedereen loopt eten. Ik heb het idee dat sommige mensen op een festival die bandjes eigenlijk een vervelende onderbreking vinden. Van zoveel mogelijk naar binnen proppen. Doe wat je doet, hè. Week later zegt ze, papa gaat een ander festival komen hier bij de Westen Gastenfabriek komen op een foodfest. Een foodfest met een rollende keuken. Daar hebben ze de bandjes gewoon weggelaten. Wat een goed idee is dat. Hoef je alleen nog maar te vreten? Ik dacht dat ik gek werd. 3 dagen lang. Ik kom bij een standje, ik kijk op de menukaart. Matcha latte. Ik denk matcha latte? Ik dacht het even niet. Vraag ik wat is een matcha latte? Zegt ze, papa, dat is Japans zeewierpoeder. Aangelengd met lauwe sojamelk. Ik heb 2 vragen. 1. Hoe kom je aan Japans zeewierpoeder? En 2. Als je het hebt, waarom zou je het aanlengen met lauwe sojamelk? Maar de vraag is 3. Hoe smaakt het? Ga ik gelijk vertellen, het smaakt een beetje naar Japanse kots. Dat is eigenlijk wel de beste omschrijving. Japanse kots, maar dan lauw. Dat is dan wat het is. Het is een beetje alsof ze de zwembroek van Neptunus boven je kopje hebben uitgewrongen. Dat klok je naar achteren en heb je een schaamhaar tussen je voortanden. Dat is een beetje de matcha latte ervaring. 1 stand verder hebben ze broodjes. Wat kan je gebeuren? Ga ik je gelijk vertellen. 1 van de broodjes was een broodje pulled pork. Ik denk, wat de moederneuk is een broodje pulled pork. Het klinkt toch een beetje alsof ze een volwassen varken hebben afgetrokken in jouw kadetje. Als je dat lekker vindt, ga je gang. Maar als je het gaat eten, het gaat langs je bek druipen en je hebt geen schoon shirt bij je, toch? Ik denk, wat is een broodje pulled pork? Ik ga naar die uitbater met zo'n knot hier en een knot daar. Ik denk, ja, die moet ik hebben. Ik zeg, moet jij eens luisteren, Messias? Wat de moederneuk is een broodje pulled pork. Hij staat te shaken in zijn sandalen. Hij had geen antwoord, had een bek vol tanden. Hing een bordje naast zijn hoofd. Al onze waren zijn slow gekookt. Ik zeg, nou moet je echt een heel actieve vriend met je slow gekookt. Heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb honger. Ja toch? Ik loop te rammel in mijn geraamte. Flikker op met je slow gekookt. Ik wil een frituur, 180 graden, 4 minuten. Ik prop het zo naar binnen. En het varken trek je me af in de pauze. Wou ik helemaal niet vertellen. Wat ik wou vertellen, ik loop op een festival, 3 dagen lang, bandjes kijken, niks aan de hand. Maar mensen op een festival blijken geen tijd te hebben om zich in te smeren. Is het 3 dagen mooi weer, dan is dat gevaarlijk. Mensen lopen de hele dag lopen ze broodjes weg te klokken met matcha lattes. Maar geen tijd om zich in te smeren. Heeft het KWF, goede club, het KWF daarop ingespeeld. En die hebben op festivals tegenwoordig insmeerteams, dames en heren. Insmeerteams. Had ik het maar verzonnen, maar ik heb het niet verzonnen. Insmeerteams. Dat zijn jonge meisjes met een strak shirtje van het KWF. En ja, die smeren jou in. Nou, toen ik dat eenmaal wist, ik was daar niet weg te slaan. Ik ging daar staan, ik zeg, ik verbrand echt overal, kom maar. Dolf, wat is Oké, respect. Ja. Opeens weet ik weer wat ik ging vertellen. Als ik nou volgende week thuis ben, zou het allemaal kunnen gebeuren. En er staat opeens bij mij aan de deur een dame met een collectebus van het KWF. Het zijn toch meestal vrouwen in een moeilijke leeftijd. Als zo'n vrouw bij mij komt collecteren, ja, dan zeg ik, mevrouw, ik ga u €50 geven voor uw fantastische organisatie. Althans. We zijn duidelijk toe aan een beetje sfeerverandering. Ik hoor het aan alles, ik zie het aan alles. U hoort hem al spelen, onze god op de toetsen, Erik Verwij. Hij heeft een prachtige, jonge, zeer bejubelde carrière. Er is zogezegd geen crematorium waar Erik nog niet gespeeld heeft, jongens. Ja, het is echt fantastisch. Het enige wat nog ontbreekt in zijn jonge carrière is een hit. Erik heeft nog nooit een hit gehad. En waar ben je als jonge, veelbelovende muzikant zonder hit? Nou, hier. Nou ja, dus we hebben aan Erik eigenlijk beloofd dat wij voor het einde van het jaar een hit voor hem zouden schrijven. Nou, begint de tijd een beetje te dringen. Ja. We hebben nog 5 voorstellingen en we dachten eraan om de hit vanavond op te starten. We kijken even wat voor sfeer Erik het liefst heeft. Ik wil graag een kersthit. Je kan er niet vroeg genoeg, maar je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Het zou fijn zijn als u ons een beetje kunt helpen. Wat moet er zeker in de kersthit voor Erik? Sneeuw, dank u wel mevrouw. Leuke zaal, prachtig. Sneeuw, dank u wel mevrouw. Kerst. Wat zegt u? Amsterdam. Amsterdam. Ik wil Amsterdam in de kersthit. We willen natuurlijk in de rest van het land ook een beetje succesvol zijn, hè? Maar goed, ik schrijf hem erin of niet, dat kan je nooit van tevoren voorspellen. Amsterdam, dank u wel mevrouw. Dat is een lekker rijmwoord, vriend. Flikker op, man. Daarom is het zo belangrijk. Dat is toch niet te doen, dit. Waarom is het ook wel aandacht met de open haard en daarna keiharde seks met de vriendin van je zus? Dat gaat niet gebeuren, vriend. Hoeft u maar. Waarom is het ook wel aandacht, melk?
Nee, keihard. Ja, nee. En geen ja, keihard seks. Nee, nee. Dat ga je niet geloven. Nee. Ik doe warme chocolademelk. Okay, wat zegt u? Rum. Heel goed. Zo kan het ook, vriend. Rum. Bam. Dank u wel. U ziet er ook uit alsof u een hele leuke kerst gehad heeft. Dat is het. Zo. Hou jij eens even bezig. Ik slaap warme chocolademelk. Roept u maar. Wat moet er nog meer in de kerst zitten, jongens? Boven mag ook... Wat? Rendier. Tyfus. Leuk. Rendier. Dat is een hele vrolijke kerst. Ja, jongens, roept u maar. Oh, wat zei jij? Pyjama. Pyjama. Pyjama? Pyjama. Pyjama. Eikeltjes pyjama? Maakt niet uit, gewoon pyjama. Tyfus. Pyjama, chocolade, bij de open haard. Echt, ik vrede het volledige repertoire van Jeroen van de Boom. Ja, dat is het. Pyjama, dank u wel. Warme chocolademelk, zo lang kort af. U mag gewoon roepen wat u wilt in de kerst. Wat zegt u? Kalkoen. Kalkoen. Oké, ik schrijf hem erin. Kalkoen. Warm chocolade en kalkoen, ja. Ja, wat een goed gerecht. Dames en heren, ik kan zeker één woord krijgen voor de kerst. Wat mag er? Wat zei u? Kerstballen. Kerstballen. Gewoon echt gewoon goede... Echt, dit kan toch nooit een hit worden? Dit is toch kansloos? Nee, ik vind dit ook... Zo'n spijt van die. Heeft iemand nog één bonuswoord? Een bonuswoord? Eén bonuswoord voor bonuswoord? Wat zei u? We doen kaarslicht. Ik ga mijn uiterste best doen. Maar goed, ik heb nog 4 dagen, dus de tien is voor je wel. Kaarslicht. Oh, wat een... Op de 10e verdieping staat een jonge moeder. Een jonge vrouw. Ze zal ongeveer mijn leeftijd zijn, begin 30. Ze houdt haar pasgeboren kind, een meisje van bijna 4 maanden oud, stevig tegen zich aangeklemd. Ze gebaart wanhopig dat ze het kind gaat gooien. Moet gooien. Geen enkele moeder gooit vrijwillig haar kind van de 10e verdieping. Buiten heeft zich een groep omstanders verzameld, waarvan 1 man die 1 vrouw achter dat 1 raam op de 10e verdieping ziet. Hij ziet haar totale wanhoop. Hij loopt direct naar voren, zijn armen voor zich uitgestrekt. En hij doet dit. Gooi maar. Ik sta hier. Gooi maar. En de vrouw kust alles wat ze heeft en gooit. En als wij een God vinden, vangt de man, de alerte voorbijganger, de baby. En het is helemaal niet eenvoudig om een pasgeboren kind te vangen, überhaupt een kind van de 10e verdieping. Maar zeker niet een kind dat zo kwetsbaar is, want je moet meebewegen om de val te breken. Maar dat doet hij. Misschien is het adrenaline, instinct, heldenmoed, maar het meisje overleeft. Alleen zal de jonge moeder dat nooit meer weten. Op hetzelfde moment wordt er van de 5e verdieping een jongetje van 8 door zijn ouders uit het raam gegooid. Het jongetje wordt zo hard gegooid dat hij niet wordt gevangen. Maar hij wordt opgevangen door het ambulancepersoneel en ook dat jongetje komt er prima bovenop. Alleen zullen ook zijn ouders dat nooit meer weten. Tot 24 verdiepingen hoog zitten er gezinnen vast. Halve gezinnen vast, vaders, moeders, ooms, broers, zussen, tantes, neven, nichten, vrienden, familie. Ze kunnen geen kant op, ze zitten als ratten in de val. Allemaal hebben ze instructie gekregen om bij brand vooral te blijven zitten waar ze zijn. Niet te gaan rennen, niet te gaan lopen. Stuk voor stuk hebben ze de brandweer gebeld. En steeds heeft de brandweer hetzelfde tegen ze gezegd. Blijf waar je bent, dat is het veiligst. We komen eraan. Nee, maar ik ga lopen. Jawel, we komen eraan. Blijf waar je bent. Maar dit is een brand, dat heeft de brandweer nog nooit gezien. Een brand die zo snel, zo alles verwoestend om zich heen slaat. Na 12 minuten kan de brandweer al niet meer hoger komen dan de 4e verdieping. Het zijn er 24. Ik heb het over de Grenfell Fire. De Grenfell Tower in Londen dit jaar. Ik woon op dat moment een paar 100 meter van die Grenfell Tower vandaan. Op dezelfde heuvel. De Notting Hill. Maar dan aan de goede kant van de heuvel. Ik hoor van een van de... flatbewoonsters die de ramp overleefd heeft, dat zij in een commissie zat voor renovatie van het gebouw. En dat ze al meer dan 27 jaar proberen om het gebouw gerenoveerd te krijgen. Omdat het geen sprinklerinstallaties heeft, geen rookmelders. Het heeft brandgangen die niet functioneren doordat deuren simpelweg niet open en dicht kunnen. Maar hoeveel brieven ze ook hebben geschreven aan de gemeenteraad van Kensington en Chelsea. Hoe vaak ze ook er persoonlijk naartoe zijn gegaan, steeds kregen ze niet thuis. Jaar in, jaar uit. Ze vertrouwt me toe dat ze vaak het gevoel heeft gehad dat ze het gewoon niet waard zijn. Het is namelijk sociale woningbouw, legt ze me uit. Maar nu, een paar maanden voor de brand,
is de gemeenteraad van Kensington en Chelsea na al die jaren plotseling over de brug gekomen. Ze waren naar de commissie toegegaan en hadden gezegd, we gaan uw gebouw renoveren van top tot teen. Het gaat eindelijk gebeuren. En ze waren zo blij geweest, zo blij. Ze hadden taart gekocht, ze hadden een feestje gegeven. Ze hadden alle buurtbewoners hadden ze persoonlijk ingelicht. En toen heeft de gemeenteraad van Kensington en Chelsea vrolijk gekleurde plastic platen op het gebouw geplakt. Van onder tot boven, aan alle zijdes van het gebouw. Zodat wij aan de goede kant van de heuvel zouden denken dat er ook aan die mensen gedacht wordt. He, zodat wij van de goede kant tenminste niet tegen zo'n lelijk gebouw aan zouden hoeven kijken. Van binnen is er niets veranderd, niets gerenoveerd. Het materiaal dat ze gebruikt hebben voor de platen is een plastic dat al jaren ten strengste verboden is in heel Europa. Omdat het zo brandgevaarlijk is. Maar door dit materiaal te verkiezen boven een ander materiaal heeft de gemeenteraad van Kensington en Chelsea, of tenminste een paar corrupte ambtenaren stel ik me zo voor, 300.000 pond kunnen besparen. 300.000 pond. Dat waren ze dus kennelijk niet waard. En nu kijk ik zo naar dat nasmeulende, compleet zwart geblakerde gebouw. Dat was een soort 9-11 boven de horizon uittorend. 71 doden in één nacht. En nog tig vermisten die nooit meer geïdentificeerd kunnen of zullen worden. En ik denk, wat voor verhaal gaan ze hiervan maken? En de dag na de nacht van de brand loop ik door de plaatselijke supermarkt. En ik merk dat er een soort onrust is bij de mensen om me heen, bij iedereen die ik tegenkom. Weet je, wij van de goede kant van de heuvel voelen dat wij nu iets moeten doen. Weet je, wij moeten nu verantwoordelijkheid nemen. Wij van de goede kant met onze middelen moeten nu verantwoordelijkheid nemen voor de mensen aan de schaduwkant van de heuvel. Weet je, en ik loop die supermarkt in en het eerste wat ik zie is een grote winkelkar met een bordje. Donate here victims of Grenfell Fire. En ik denk, oké, ik kan wat doen. En daar liggen flesjes water in, wc-papier. Ik denk, brood. Ik ga brood halen. Dus ik loop met 10 van die volkoren broden. Stop ik in die car. En ik denk, nou, wat kan ik nog meer doen? Ik loop met van die plakken, pakken cheddar kaas in die car. En ik stop van alles in die car. De hele tijd achtervolgt me één vraag. Heb ik schuld hieraan? Hey, komt daar een rendier aan? Nee, het is Dolf, de witte Keniaan. Hij laat de warme chocomel staan, maar goddank houdt hij zijn pyjama aan. Amsterdam is drie koningen te rijk. En als je sneeuw wil, tief dan lekker naar Oostenrijk. Wat veel leuker is om te doen, voer je rum aan een kalkoen. Ik hou een brandende lucifer voor mijn gezicht. Waarom? Omdat aan een gedoofde kaars ligt. Kerstmis, mooier kan het haast niet zijn, maar de kans dat Amy Winehouse komt is vrij klein. Mijn vraag is toch, heb ik schuld, Dolf, aan zoiets? Je hebt het over zoveel dingen in zo'n jaar, maar je hebt het ook over zoveel dingen niet. Hier de Rohingya's in Bangladesh. Hier de slavenhandel in Libië. Het afglijden van Humberto Tan. Weet je, ik lig daar wakker van. Ik denk, we moeten daar toch invloed op hebben op de een of andere manier. We zijn toch overal van op de hoogte. We zijn toch onderdeel van één wereld. Van het grotere geheel. Toch, Dolf? Ik denk dan, wat moet ik daarmee? Je moet nu heel even mijn vader zijn, Dolf. Je moet nu even mijn vader zijn. Het was niet echt de manier die ik bedacht had om deze avond tot een beetje feestelijk einde te brengen, eerlijk gezegd. Dan zei mijn moeder ook tijdens het kerstdiner. Dit is niet de manier die ik had bedacht om deze avond tot een beetje... Nee, ik zie het. Was er weer wat afgefikt. Ja. Ik heb niks met kerst en toch is het wel het moment, de plek aan tafel met z'n allen om dan over dingen te praten of zo. Maar praat je ook over serieuze dingen, weet je, dingen die niet leuk zijn? Of... Ja. Hè? Hoe ging dat dan? Ik kom uit een gezin van 6 en ik was de rustigste. Dit vind ik het meest ongeloofwaardige kerstverhaal dat zijn ik ooit zijn de feiten, dit zijn de feiten. Dat is wat het is, maar dat is wat het is. Echt? En dan praat je over dingen. Het mooie van deze week vind ik al, ik doe het al heel lang, hè. Vroeger met Levens en later solo, nu met z'n tweeën. En
En altijd die laatste week stonden we hier, staan we hier. En dat vind ik het mooie, weet je. Dan hoef je kerst niet te vieren, ben je lekker in de Kleine Komedie. En de laatste voorstelling is speciaal, dus is de 31ste, 3 uur 's middags. Dan zijn we altijd hier. En dan komt ook komt mijn gezin en dan komt mijn familie en zo. En, dat vind ik echt altijd mooi. En, ik heb het nog nooit gedaan. We hadden het dit jaar veel over wat er gebeurt in de wereld. En soms word je door het leven ingehaald, dat weet je zelf ook. En eind april overleed mijn vader. En toen hadden we steeds al contact over de voorstelling. Dus ik vertelde Louise over mijn vader. En ik weet nog dat ik iets zei als... Dit gaat mijn jaar bepalen, volgens mij. Maar weet ik, uit ervaring zoiets bepaalt je leven. Dat is niet alleen je jaar. En ik had steeds contact met mijn moeder. U kent mijn ouders verder niet, of een paar van jullie wel. Maar mijn ouders wonen in Den Helder. Dat is wat het is. En, hele bijzondere mensen. Hele bijzondere mensen. Mijn ouders zijn de enige Nederlanders die ooit naar Den Helder zijn toeverhuisd. En mijn vader is dus ook overleden in Den Helder, is ook begraven aan de rand van Den Helder. En ik had steeds contact met mijn moeder, als ik daar niet was, had ik haar aan de lijn. En toen vertelde ze op een bepaald moment, ik denk half mei, dat ze elke dag naar het graf ging. Elke dag. En ik denk, wow. Dus ik vroeg aan mijn moeder, maar als je daar bent elke dag, wat doe je dan, wat zeg je dan? En toen zei ze die ene zin. Ja, ik weet hem ook, ja. Ik zei dat tegen jou. Ja. En die zin die kwam binnen bij mij, logischerwijs, vanwege alle emoties die je begrijpt. Maar die ene zin die mijn moeder of zei of dacht, dat weet ik niet. Ik realiseerde me, dat is een zin die je in je leven veel vaker tegenkomt. Ik zie mezelf een jaar of 3. Pantoffels, pyjama, pleister op mijn knie. Een ziekenhuis is een plek van angst. Wie wacht op zijn moeder, wacht het langst. Mijn ogen tranen, mijn hart versnelt. Ze is er niet, maar komt ze wel. Ik zeg, waar ben je nou? Ik snik, waar ben je nou? Hij leeft zijn leven in aandacht en licht. Altijd een grap en een lach op zijn gezicht. Altijd wel iemand die iets van hem wil. Na het applaus oorverdovend stil. Gek hoe je van je eigen woorden schrikt. Wanneer je schrijft, die man ben ik. Ik zeg, waar ben ik nou? Ik zing. Waar ben ik nou? Het leven is geen route die leidt van A naar Z. Je dwaalt langs kansen en keuzes, vergeet het alfabet. Ze zei het is maar buitenkant, zo eerlijk is de vrouw. Ik zeg, waar ben je nou? Ik vraag, waar ben je nou? Staan, haar jas valt te groot. Liefde overwint op leven en dood. Mijn moeder alleen, voor niemand bang. 60 jaar samen, dat is een leven lang. Nu staat ze op de plek waar de duin begint en hij zijn laatste rustplaats vindt. Ze zegt, waar ben je nou? Ze vraagt, waar ben je nou? Mijn vader voelde veel te veel, maar praatte niet. Leven slaat je bont en blauw. Wie drinkt, vergeet verdriet. Ik begrijp iets van zijn angsten, sinds ik mezelf vertrouw. En zeg, waar ben je nou? Ik vraag, waar ben je nou? Ik zing, waar ben je nou? Zijn er nog feiten, koppen en aanvallen die we gemist hebben? Even denken. Ja, 2 weken geleden aanslag op het leven van Theresa May verijdeld. Wat is het verhaal? Ze had dood kunnen zijn. Nou ja. Ik twijfel niet graag, maar ik twijfel of Theresa May überhaupt een mens is. Hoe vaker ik Theresa May van dichtbij zie, hoe meer ik denk dat het het resultaat is van een experiment. Waarbij ze erin geslaagd zijn om de laatste ijsprong van Margaret Thatcher... insemineren met het zaad van een toevallig passerende zombie. En daar is iets uitgekomen met de uitstraling van een niet al te sympathieke kapstok. Als u zoiets in Nederland zou willen, dan moet Rita Verdonk zich voortplanten met Theo Hiddema. Dat is de enige die...
als we een beetje in de sfeer willen blijven, Dolf, we hebben het nog niet over oranje gehad. Oranje? Oranje, ja. Ja, we merken heel veel verdriet, vooral bij mannen in de zaal, dat Nederland volgend jaar niet meedoet in het WK. Ik zeg, het kan nog. Het kan nog. Ja. We hangen de methode Theresa May aan in deze. U kent Theresa May, een hele sympathieke vrouw die Engeland leidt. En eigenlijk het enige wat ze echt goed kan, Theresa, is de realiteit ontkennen. Zij ontkent de realiteit. Verliest de verkiezingen. We won! Niemand wil Brexit. We go for Brexit! Nou, het systeem van de realiteit ontkennen wil ik graag voor Oranje ook invoeren. Ik pleit ervoor om de realiteit volstrekt te ontkennen. Ik pleit ervoor dat Oranje van de zomer gewoon afreist naar Rusland. Met een bal onder de arm. Tegen wie moeten we? Of je stuurt gewoon 11 oranje vrouwen en die vegen in één keer Europa van de maat. Wij staan een paar weken geleden, in Rotterdam. En we hebben het over voetbal, want we houden van een gevaarlijke avond. En Louise had een aantal pittige dingen gezegd over de plaatselijke voetbalclub. En ik bedoel niet Excelsior en ook niet Sparta. 700 man, wij voelden de spanning. Wij roepen Henk, start de auto, zo'n avond. Toen zeg ik, jongens, het probleem bij Feyenoord is de verdediging. En het middenveld. En de aanval. Dat is het. En de keeper. En de keeper. Heel goed, Louise. Korthals. Ik heb het verdedigingsprobleem die avond opgelost. Ik zeg, Feyenoord moet een nieuwe verdediging op links zetten. John de Wolf, die kan nog net lopen. Middenin zet je wat mij betreft Gerard Cox en Lee Towers. Die zeggen tegen die aanvaller, als je er langs gaat, gaan we zingen. En op rechts Hans Kruijs senior. Ja, ik vind het ook erg dat hij dood is, maar ik ben ervan overtuigd dat als je die kist overdwars zet, dat je een betere verdediger hebt dan... Met alleen al die hand gaat Dolf over de bitcoin. De? Veel dit jaar te doen over de bitcoin, bitcoin. Jongens. Er was zelfs een bitcoin crash. Bitcoin is een beetje heel veel investeren in iets waar je helemaal niks van begrijpt. Ook geen idee of het uiteindelijk iets oplevert. Klinkt een beetje als jouw huwelijk, Dolf, als ik het zo... Vrienden en vriendinnen, we zijn toe aan het slotlied. Hebben we aan het einde van de voorstelling gezet, dat is wel zo herkenbaar. Dit nummer heet Loslaten. We vonden het fijn om tegen jullie aan te mogen praten. Dit is Loslaten met nu op gitaar Erik Verweij. Het is echt onwaarschijnlijk wat je kan. Dit is een beetje onze verklaring, Dolf. Soms heb je zomaar opeens genoeg. Mannen met macht die elkaar altijd dekken. Wie niet normaal doet, kan beter vertrekken. Schijnveiligheid, grenzen en hekken en leugens en lekken die waarheid verdekken. Echt genoeg. Echt genoeg. Oh, echt genoeg. Yeah, yeah. Soms heb je zomaar opeens genoeg. Mening op afroep, jezelf horen platen. Antifa, alt-right en kalifaten. De duivel, maar meer nog van zijn advocaten. Niks meer bepraten, maar rücksichtloos haten. Echt genoeg. Oh, echt genoeg. Wat zij zegt. Dus ik vraag je, nee, fluister. Stop met praten, man, en luister. Laat het los. Laat het los. Laat het los. Lekker los. Stop met schreeuwen naar de ander. Jij bent mij niet, dus verander. Laat het los. Lekker toch. Laat het los. Lekker los. Laat het los, laat het draaien tot het past. Laat het los, laat het waaien, hou me vast. Laat het los. Laat het los, laat het draaien tot het past. Laat het los, oh laat het waaien, hou me vast. Lekker los. Soms heb je zomaar opeens genoeg. Verzwijgen hoe vaak je je keihard vergiste. Schreeuwende koppen en ook columnisten. Die je nog gelijk de nuance weer misten. Dat zij die beslisten het vaak ook niet wisten. Echt genoeg. Oh, echt genoeg. Dat je luistert. Dus ik vraag je, nee, ik fluister. Stop met praten, man, en luister. Laat het los. Laat het los. Laat het los. Stop met schreeuwen naar de ander. Jij bent mij niet, dus verander. Laat het los. Hoeft niet. Laat het los. Lekker los. Laat het los, laat het draaien tot het past. Laat het los, laat het waaien, hou me vast. Hou me vast. Laat het los, laat het draaien tot het past. Laat het los, oh laat het waaien, hou me vast. Ik ben nu los hoor. Laat het los. Lekker los. Laat het los. Los, dat kan eigenlijk niet, dit is nog heel goed. Laat het los, laat het lekker los. We can make it if we try, just the two of us, you and I, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, you and I.
Henk Martijn, kleine komedie. Dank u wel. Dank je wel.